Goedemorgen. Zometeen in deze uitzending onder meer CEO van Noordseaport Daan Schalk, havenprofessor Theo Notteboom en verder Steven de Heer van Verbrugge, Ben Melissa van Danser Groep, Bart Laurijs van Sea Invest, Rob Smeet van Port of Antwerp en Johan de Raven van Stukwerkers. Dit is de online havenweek Noordseaport 2020. Goedemorgen, welkom bij de online havenweek Noordseaport. 3 jaar na de fusie is het havengebied klaar voor een nieuwe strategie. Waar moet deze aan voldoen? In 3 webinars en het afsluitende havencongres kijken we met politiek, industrie en stakeholders naar de bouwstenen van deze nieuwe strategie. Tijdens deze 2e webinar gaan we het hebben over haven, logistiek en achterland. Noordseaport ligt op 3 belangrijke Europese corridors. Hoe zorgt het havengebied ervoor dat de verbinding naar het achterland het beste benut wordt? En hoe ver strekt de samenwerking met andere havens? Aan de hand van 2 stellingen spreken we zo met stakeholders over de rol die de omgeving heeft bij de ontwikkeling van Noordseaport. We gaan het erover hebben met verschillende stakeholders. Aan onze digitale tafel zitten daarvoor Steven de Heer van Verbrugge, Ben Melissa van Danser Groep, Bart Laurijs van Sea Invest, Rob Smeets van Port of Antwerp en Johan de Raven van Stukwerkers. Welkom allemaal. En bij mij aan tafel zijn aangeschoven havenprofessor Theo Notteboom van Noordseaport en Noordseaport CEO Daan Schalk. Welkom beiden. Allereerst Theo, wat zijn voor u eigenlijk de aandachtspunten als het gaat over het onderwerp van vandaag? Ja, goedemorgen. Ik kijk er zeer naar uit, naar dit gesprek, omdat natuurlijk havens knooppunten zijn in netwerken. En de bedoeling is natuurlijk dat je zo goed mogelijk binnen die netwerken bent ingebed. En dan heb je infrastructuur nodig, maar dan heb je ook zeer efficiënte operaties nodig die aangeboden worden door transportbedrijven, maar ook logistieke bedrijven. En daarnaast gaat het ook over toegevoegde waarde. En je wil natuurlijk binnen die haven zoveel mogelijk toegevoegde waarde capteren. En dat betekent dus dat je ook onder meer op logistiek moet inzetten, op warehousing, distributie en dergelijke meer. Dus ik kijk zeer uit naar dit seminar en ik zal graag een bijdrage leveren natuurlijk. Dank u wel. Daan, even over naar u. We hebben gisteren natuurlijk de aftrap al gehad. Voor de mensen die nu net inschakelen, kunt u nog heel even vertellen wat deze havenweek inhoudt en ook wat u vandaag hoopt te zien? Ja, dat kan ik zeker. We zitten nu in ons 3e jaar Noordseaport, na de geslaagde fusie toch wel en eigenlijk de heel goede jaren die we gehad hebben, zowel op vlak van investeringen als op vlak van trafiekcijfers. Nu, dat betekent dat we onze start gemaakt hebben en dat we nu toch een horizon 2025 voor ogen hebben om een nieuw strategisch plan te gaan maken. Ik denk dat iedereen weet wat de uitdagingen zijn, wat de trends zijn die we rondom ons zien. Het moet allemaal duurzamer, we moeten met klimaat rekening houden. Er is een digitaliseringsgolf die ook in havens volop bezig is. Dus die trends kennen we wel, maar heel precies gaan nakijken wat is dan de rol van Noordseaport daarbinnen en wat zijn de zaken waar wij heel sterk moeten op inzetten. Daar hoop ik dat we vanuit dit panel en ook gisteren en morgen een aantal heel scherpe ideeën krijgen waar we gezegd hebben, tja, daar hadden we misschien niet aan gedacht, maar deze handschoen nemen we richting 2025 op. Ja, en u zegt scherpe ideeën. U vraagt eigenlijk ook aan de panelleden en iedereen ook die hier aan tafel aanschuift om vooral ook scherp te zijn, hè? Absoluut. Of we alles gaan kunnen meenemen, dat weten we niet. Want dan om zaken uit te voeren heb je mensen, centen en niet alleen ideeën nodig. Maar we hopen toch dat er een aantal sprankelende ideeën uitkomen om onze rol te herijken richting 2025. Oké, dank u wel. Ja, aan het einde van de week blikken we terug en dan zien we of de verwachtingen van Daan zijn uitgekomen. Natuurlijk nodigen we u als deelnemer ook van harte uit om vragen te stellen. Dat kan via de live chat. Meerdere keren zullen we overschakelen naar de Green Room. Zodat we deze vragen voor kunnen leggen aan de gasten. En dan gaan we zo over op de eerste stelling. Maar voor we daarmee starten, kijken we naar een korte video.
En die eerste stelling luidt dus als volgt. North Seaport moet zich richten op het versterken van het gezamenlijk havenindustrieel complex in de Delta. En daarvoor vooral inzetten op samenwerking met Antwerpen en Rotterdam. Ja, en omdat we vandaag iemand van de Antwerpse haven aan tafel hebben, begin ik graag bij u. Rob, wat vindt u van deze stelling? Nou, daar ben ik het natuurlijk helemaal mee eens. Ik denk, Daan zei het al, we staan voor dezelfde uitdagingen. De energietransitie, digitale transitie, we willen allemaal groeien. We zitten allemaal dicht bij elkaar in de buurt. Dus laten we vooral samenwerken en zorgen dat we die uitdagingen het hoofd kunnen bieden. Zodat 1 plus 1 meer is dan 2. Hè. Ik bedoel, zoals er gezegd wordt in een oud spreekwoord, alleen ga je snel, maar samen kom je verder. En ik denk zeker in deze uitdagende COVID-tijden het absoluut belangrijk is dat we onze krachten bundelen, zeker in het Scheldegebied, om te zorgen dat we daar alle uitdagingen die we voor de boeg hebben realiseren. En dat we samen sterker zijn dan ieder voor zich alleen. En u wil dus echt heel graag meer samenwerken. Kunt u even kort toelichten op welke vlakken het dan echt belangrijk is om meer samen te werken? Ja, ik zie dat sowieso op het gebied van de Nautische Keten. Hè. Dus ik denk dat we allemaal gebonden zijn aan onze mooie West-Schelde-omgeving. Waar we te maken hebben met dezelfde overheden, met dezelfde stakeholders. Dus ik denk dat het verstandig is om daar samen te werken en te zorgen dat we daar samen beter worden. Energietransitie, niet onbelangrijk. We hebben natuurlijk allemaal onze discussies over walstroom, waterstof, methanol, CO2. Allemaal vraagstukken die stuk voor stuk voor veel van ons nog ontgonnen moeten worden, waar we veel geld op moeten investeren. Kunnen dat beter samen en gecoördineerd doen dan ieder voor zich en dan met het risico dat we dingen op dezelfde manier gaan doen. En natuurlijk ook de digitale transitie. Uiteindelijk is data de nieuwe smeerolie, om het zo maar te zeggen, van onze logistieke processen. Dus laten we ook daar zien dat we elkaar versterken. Oké, helder. Dank u wel. Komen we zo wel weer op terug. Ik wil eerst heel graag het woord geven aan Steven. Hallo, Steven. Wat is je vraag? Oh, wacht even. Ik zie het helemaal verkeerd in mijn scherm staan. Die staat zit er natuurlijk helemaal niet bij. Steven, de tekenaar, komt ineens in beeld. Nou, dat is in ieder geval de tekenaar. Die gaat vandaag alles bijhouden. Welkom, ja, Steven. Dankjewel. We komen zo bij jou terug. Okay. Ik geef graag het woord aan Ben. Goedemorgen allemaal. Als eerste hartelijk dank voor de uitnodiging en compliment aan North Seaport dat zij op deze manier input vragen voor de invulling van hun strategische plan. Ik vind dat een heel mooi initiatief. Ik kan het uiteraard met die stelling ook helemaal eens zijn. We zijn met dit soort dingen natuurlijk altijd heel enthousiast. Ik heb toch nog wel een paar niet zozeer kanttekeningen, maar misschien toch ook iets waar een haven ook aan moet denken. En dat zijn de bestaande klanten die gebruik maken van het complex. Dat die meegenomen worden in de ideeën. En ook wat ons allemaal te wachten staat in de toekomst. En zeker de wat kleinere bedrijven, die zullen daar echt bij geholpen moeten worden. Dus je moet dat bestaande niet vergeten. Ik denk dat het goed is dat je altijd moet proberen samen te werken. Maar het is wel daar waar het nuttig en ook zinvol is. En daarbij moeten we niet vergeten dat, zoals het nu functioneert, havens ook gewoon concurrenten van elkaar zijn. Een heel helder antwoord. Ik zie dat hier druk gepend wordt. Dus we gaan hier zo meteen zeker op terugkomen. Dank u wel, Ben. En dan geef ik graag het woord aan Bart. Goedemorgen en dank u voor de uitnodiging. De stelling luidt dat in de Delta daarvoor vooral ingezet moet worden op samenwerking met Antwerpen en Rotterdam. En niet dat er onder meer moet ingezet worden op samenwerking met Antwerpen en Rotterdam. Dat er onder meer moet ingezet worden op samenwerking met Antwerpen en Rotterdam lijkt mij een evidentie. Vooral Antwerpen en North Seaport hebben dezelfde voordeur, zeg maar. Dus het zou een beetje vreemd zijn dat je daar niet gaat samenwerken. Als het gaat over digitalisering, denk dat we daar later nog wel op terugkomen, lijkt het mij ook logisch en evident dat daarin voor samenwerking gekeken wordt. Maar wat we wel niet mogen vergeten is dat die verschillende havens ook wel hun eigen karakteristieken hebben en dat die karakteristieken ook wel behouden moeten blijven. En dat merk je ook bij de stakeholders, hoewel
we allemaal voor hetzelfde doel gaan, dat is profitability, winstgevendheid, is de weg daar naartoe en de manier waarop je dat bereikt niet altijd gelijklopend. En ik denk dat het aan een haven als facilitator voor bedrijven ook belangrijk is om die onderscheiden te herkennen en daarop te blijven inzetten. Er zijn andere karakteristieken. Haven Antwerpen, eerder een petrochemisch cluster met veel containers. Dat zie je in Noordzeeport net iets minder. Noordzeeport die dan heel andere sterktes heeft. Dat mag men niet uit het oog verliezen. En wat ik heel erg belangrijk vind, is dat de haven als facilitator, zoals professor Notenboom het eerder ook zegt, moet zorgen voor toegevoegde waarde. Die toegevoegde waarde ligt gedeeltelijk in de logistiek, maar ik denk voornamelijk tussen het samenspel met de maakeconomie en de logistiek. Als er niks meer geproduceerd wordt in en rond de havens, dan zal er nog weinig logistiek aan te pas komen. En dat is ook heel erg belangrijk dat men daarom blijft inzetten. Dus ik ben het eens met de stelling, als het gaat over onder meer inzetten op samenwerking, maar zeker de eigen karakteristieken niet uit het oog verliezen. Duidelijk, dank u wel. Dank u wel. Johan, wat vindt u van deze stelling? Ja, goedemorgen. Wij zijn ook vragende partij voor samenwerking met de omliggende havens. Wij zetten al sinds 2001 in, onder andere voor de containerbinnenvaartverbindingen met de haven van Antwerpen, de diverse terminals in Antwerpen. Ook op Rotterdam zetten wij de lichters in, al moeten we daar toegeven dat we daar nog op zoek zijn naar wat meer volume. Ik vind ook dat wij complementair kunnen zijn met ons omliggende havens. En ook andere diensten kunnen aanbieden. Het is belangrijk dat de klanten de goederen op een zo dicht mogelijke manier bij hen kunnen ontvangen. En op de meest ecologische manier. En de steun van het havenbedrijf is daar ten eerste bij gewaardeerd. Dank u wel, dank u wel. Dan probeer ik het nog even een keer. Steven de Heer, bent u aanwezig? Van Verbrugge. Ja, ik ben zeer zeker aanwezig. Zien jullie mij dan niet? Ik zie u, want zo net ging het even mis. Want toen kregen we de tekenaar in plaats van u. Maar ik ben toch wel heel nieuwsgierig wat u eigenlijk op deze stelling te zeggen heeft. Allereerst ook dank om deel te mogen nemen aan deze. Nu, ik deel ook de mening van de andere collega's en ik denk dat het niet nodig is om deze te gaan herhalen. Dus uiteindelijk, samenwerken met Antwerpen en Rotterdam kan wellicht voordelen en opportuniteiten bieden. En ik denk daar heel concreet aan een aantal voorbeelden. Veiligheid, sustainability, digitalisering komt ook aan bod. Bredere infrastructuur en uitwerken van bepaalde diensten. Maar aan de andere kant denk ik ook dat het zeer cruciaal is en blijft om de eigenheid van Noordzeeport in de positie te behouden en verder te versterken. Het samengaan van een aantal jaren geleden heeft al zeer zeker een positieve impact gehad. En ik denk dat we daar ook toch verder moeten op inzetten. In samenwerking met Antwerpen en Rotterdam, maar we moeten ook, denk ik, durven het aangeven dat er toch wel een aantal belangen zijn die iets anders liggen en dat we ons eigenlijk toch moeten focussen op bepaalde stromen. Dus samenwerken, ja, maar binnen bepaalde domeinen. Oké, dank u wel. Ja, dat is eigenlijk wel een beetje wat de meesten zeggen, hè? Samenwerken, maar wel tot op zekere hoogte. Daan, wat is uw visie op deze stelling? Ik denk dat een aantal dingen vanuit de klanten heel duidelijk zijn. En ook vanuit Antwerpen. Er zijn zaken waar je geen concurrent zou mogen in zijn, denk ik. Zoals die digitalisering is een uitdaging die we beter samen tackelen. Zoals bijvoorbeeld het klimaat. Daar ga je geen concurrentievoordeel uithalen om daar niet samen te werken. Maar ik begrijp ook dat er toch wel in ons strategisch plan een scherpe paragraaf zal moeten blijven of een aantal. Waar zijn wij dan gespecialiseerd in? Waar hebben wij het onderscheidend vermogen gehad in het verleden en willen we dat blijven hebben? En misschien zijn er wel sectoren die we daar moeten aan toevoegen die we tot hiertoe niet hebben, maar die ook toekomstbestendig zijn en waar we ons blijven specialiseren. Wat ik ook wel hieruit leer, is dat de nabijheid van ons als havenbedrijf bij onze klant en alles wat daar rondhangt van account management, dat men dat wel graag wil blijven houden en dat we daar misschien zelfs nog meer moeten op inzetten dan in het verleden. En dat dat ook een onderscheidend vermogen is van een middelgrote haven ten opzichte van de hele grote, dat je toch heel dicht bij die klant samen producten gaat ontwikkelen eerder dan ze theoretisch gaan uitdenken en dan kijken of de markt daarop inspeelt. Oké, helder, dank u wel. Theo, wat heeft u hierop aan te vullen?
Ja, ik vond het een interessante bijdrage van de heren die online zijn. Ik denk dat het heel belangrijk is voor een haven dat zij eerst heel sterke visie uitdragen van waar willen ze naartoe. Mm-hmm. Dat geldt voor Noordzeeport, maar dat geldt ook voor andere havens zoals Antwerpen en Rotterdam. En dat vanuit die visie dan bottom-up initiatieven vanuit de markt eventueel in samenwerking met de havenautoriteiten naar boven komen. En ik denk dat daarom samenwerking niet een doel op zich mag zijn. Het moet eigenlijk een middel zijn om bepaalde dingen te bereiken. Mm-hmm. En daaraan toevoegend denk ik ook wel heel belangrijk dat die samenwerkingsinitiatieven natuurlijk een zekere business case moeten hebben, maar ook moeten oog hebben voor maatschappelijke meerwaarde. En ik denk dat dat een heel belangrijk gegeven moet zijn in alle samenwerkingstrajecten, dat men niet enkel naar gewin kijkt, puur financieel gewin, maar ook naar wat levert het op voor de maatschappij. Dat kan ecologisch zijn, maar breder ook naar duurzaamheid toe. En ik wil ook nog even reageren op Bart Lorijs, die eigenlijk een heel leuke wissel maakte van een woordje in de stelling. Hij zei, het gaat niet over vooral, maar onder meer. Mm-hmm. Ik denk dat het wel belangrijk is om inderdaad een open geest te hebben en te kijken van, oké, Antwerp-Rotterdam, logisch gezien, industrieel weefsel en dergelijke meer, hebben allemaal hun eigen kenmerken. Maar er zijn ook andere havens, zelfs buiten België en Nederland, die misschien in aanmerking komen. En je hebt natuurlijk ook al die logistieke platformen en industriële clusters in het achterland, die mm-hmm. ook van belang kunnen zijn voor een Noordzeepoort, maar ook voor Antwerpen en Rotterdam. Dus ik denk dat je het niet enkel op het havenniveau moet verengen, niet enkel op het Benelux-niveau zelfs moet verengen, maar dat je eigenlijk met een heel open geest moet kijken naar mogelijke win-wins die er te halen zijn via samenwerking. Kunt u voorbeelden geven van havens waar ook aan gedacht kan worden? Bijvoorbeeld buiten België en Nederland? Ja, ik durf kijken zelfs naar Noord-Frankrijk. Ik denk bijvoorbeeld een haven als Duinkerke, die zo'n beetje geïsoleerd op dit ogenblik is. Ik denk dat die ook wel bepaalde ambities heeft en bepaalde ideeën heeft van hoe zij zich willen ontwikkelen. Ja. En natuurlijk ook in het kader van het Schelde-Seine-verbinding gaan er ook wel samenwerkingsverbanden moeten gaan komen met bijvoorbeeld de Parijse regio of zelfs Le Havre-Rouen. Mm-hmm. Dus dat daar toch meer gaat gesproken worden van hoe kunnen bepaalde zaken gerealiseerd worden. Ja, dat is inderdaad ook wat er natuurlijk voorbij komt, Daan. Ja, ik denk dat dat een heel mooie aanvulling is. Hè. Een logistiek netwerk is uiteraard veel meer dan de twee grote havens. En dan denk ik dat ook die Noord-Zuid-corridor, waar Noordzeeport heel goed op gelegen is, een van onze absolute aandachtspunten zou moeten zijn. Duinkerke is dan terug een zeehaven. Maar ook bijvoorbeeld Rijssel, Lille, is een stad waar we zeker zouden moeten naar kijken. Daar is een mooie binnenvaarthaven. En ook daar, denk ik, zouden er linken te leggen zijn. En binnen onze gespecialiseerde portfolio van bedrijven is zelfs die Parijse regio voor ons ideaal gelegen om in de toekomst ook in die richting te kijken. En dan denk ik zomaar als Vlaming, het mondje Frans dat wij binnen Noordzeeport ook hebben kunnen inbrengen, kan daarbij helpen. Dat lijkt mij zeker een heel goed punt. Hoe zijn die verbindingen nu? Die verbindingen zijn nog niet optimaal. En dat is toch wel ook een aandachtspunt in de Europese context van vandaag. Als je bijvoorbeeld ziet hoe protectionistisch, met alle respect, men nog altijd is op het vlak van treinen, ook en vooral in Frankrijk, dan zou daar toch nog best wel veel meer kunnen op vandaag. En dan naar infrastructuur voor de binnenvaart zien we dat de verbinding naar de Parijse regio vandaag eigenlijk onbestaande is of heel beperkt in tonnage. Dus dat zijn stappen die op vlak van infrastructuur en een open Europese markt nog moeten gezet worden. Anderzijds zien we dat daar vandaag wel al een potentieel is. Er zijn al heel veel verbindingen, alleen ze zijn bijna uitsluitend over de weg. Dus als we daar ook een slag willen maken in het verduurzamen van die transporten, dan zal die binnenvaart daar een enorm alternatief zijn voor de toekomst. Ja, dan wil ik eigenlijk wel heel graag even terug naar de dansergroep, want daar is vast ook een mening over. Niet alleen een mening, maar we hebben ook al stappen daarin genomen. Ik kan vertellen dat wij, daar zitten ook een paar heren aan deze digitale tafel van Verbrugge en stukwerkers. Daar zijn we inmiddels samenwerkingen mee aangegaan. Die verlopen uitstekend. Ik noemde twee, maar er zijn er nog veel meer. We hebben dat prima opgebouwd. En als ik dan de stap naar Noord-Frankrijk maak, dan zit dat helemaal ingebed in ons strategisch plan. We hebben in 2013 een overname gedaan van een Franse rederij. En met name de containerpart hebben we daarvan overgenomen. En dat gaf ons plotsklaps een verbinding over het water naar niet alleen Lille, maar ook naar Doerge. En
Natuurlijk, dat is nog niet optimaal, maar we hebben ons daar uitstekend gepositioneerd. En wij wachten ook met smart op de Seine-Noord-verbinding, waar met name al in Vlaanderen heel veel aan gedaan is om die in orde te maken. En daar speelt met name de haven van Gent voor ons als hub-platform een hele belangrijke rol in. Dus ik kan alleen maar toejuichen dat Daan daar zo enthousiast over is. En daarbij wil ik nog vermelden dat in de prille samenwerking wij alle medewerking ook van de haven destijds van Gent, maar ook van Zeeland Seaport samen met Verbrugge, ook een uitstapje naar Kloosterboer, hebben we gehad. En ik denk dat nog veel belooft voor de toekomst. Dank u wel. Heel helder. Klinkt allemaal heel goed. Ik wil eigenlijk heel graag weer overgaan op Bart in de Green Room. Goedemorgen, Kim. Goedemorgen. Ja, we hechten niet alleen waarde aan de mening van de mensen aan de digitale tafel, maar natuurlijk ook van de mensen thuis. En daarom hebben we ook aan de mensen thuis een stelling voorgelegd. En die eerste stelling voor de kijkers luidt als volgt. North Seaport moet vooral inzetten op het onderscheidend vermogen tegenover havens zoals Rotterdam en Antwerpen, in plaats van de samenwerking met hen op te zoeken. En dan is de vraag, zijn de deelnemers het daarmee eens of oneens? Bart, ja, de stelling is voorgelegd, denk ik. Heb je misschien al een vraag binnengekregen? Ja, ik zie dat er inderdaad druk gestemd wordt op dit moment. Dus ik wacht even tot de uitslag binnen is. Okay, er zijn inderdaad wat vragen binnengekomen van kijkers. Er werd net al even gesproken over met name de spoorinfrastructuur, dat daar nog wel het een en ander aan verbetering mogelijk is. Mm-hmm. En dat merkt Julian Wensies op. En die vraagt, die zegt, ja, goede treinen vanuit Vlissingen met bestemming Antwerpen moeten eerst richting Keifhoek en dan weer omkeren richting Antwerpen. Dus dat is geen ideale verbinding. Maakt het onderdeel uit van de plannen van North Seaport om bijvoorbeeld een directe spoorverbinding Vlissingen-Antwerpen te realiseren voor een sterkere verbinding tussen de havens? Want, zegt Julian, er is alleen nog maar een kleine boog nodig. Het meeste ligt er al. Interessante vraag. Daan? We hebben voor het eerst, zou ik zeggen, ook een goede spoorstrategie uitgewerkt binnen North Seaport. Daar is zowel in de kanaalzone zijn daar heel wat projecten om die spoorverbindingen te versterken. Maar ook de zogenaamde VESA-bocht heeft onze aandacht. Dat is de naam van de bocht die eigenlijk de verbinding Vlissingen-Antwerpen zou moeten verbreden of verbeteren. En dat lijkt mij nu ook net een van die onderwerpen waar we best elkaar in versterken. Ik denk dat we komen uit een tijd dat havens vooral elkaars projecten en verbindingen niet gunden, omdat we dachten van daar concurrentieel voordeel uit te halen. Mm-hmm. Ik denk dat vandaag de situatie op de weg rond Rotterdam, rond Antwerpen, en we zouden dat in onze haven liefst vermijden, dat het allemaal dichtslipt. Ik denk dat die goede spoorverbindingen daar deel van zijn. Dus ja, de VESA-bocht maakt deel uit van onze spoorstrategie. Okay. Theo, kunt u hier iets op aanvullen? Ja. Zijn er al voorbeelden van andere gebieden waar dit heel goed geregeld is? Ja, ik denk sowieso het wegwerken van bottlenecks, dat absoluut noodzakelijk is om ook bundelingsinitiatieven kans te geven. En we zitten met heel veel havens in een klein gebied. En dat laat toe om, zeker in het spoorvervoer, dingen te gaan realiseren gezamenlijk waar het nodig is en individueel waar het kan natuurlijk. Je moet niet allemaal alles gaan samenzetten op één trein. En ik denk dat daardoor dergelijke verbindingen, Vlissingen-Antwerpen is een voorbeeld van, maar er zijn nog een aantal van die trajecten, waar je echt kan zeggen van kijk, dat kan een efficiëntiewinst opleveren die weer mogelijk maakt om knooppunten beter met elkaar te gaan verbinden en om samen dan te kijken hoe kan je best ook gaan bundelen richting het achterland. Oké, helder. Bart, terug naar jou. Heb je nog een leuke vraag voor ons? Ja, het was niet zozeer een vraag, maar meer een opmerking van Jan Otten. En die zegt van ja, samenwerken met alle logistieke hubs is nodig. Dus kijk niet alleen naar Rotterdam en Antwerpen, maar ook Zeebrugge, Oostende, Moerdijk, Borselen. Dat soort logistieke hubs zijn natuurlijk ook belangrijk voor de logistieke keten. Ja, daar hebben we het eigenlijk net al even over gehad. Hè? U zei al, we moeten veel verder kijken dan alleen dit gebied. Maar dit is wel nog echt Nederland-Vlaanderen. Daan, zijn daar ook al gesprekken tussen?
Absoluut, en we zijn al in die netwerken soms verbonden ook. Hè. Zeker met de binnenvaart lukt dat al aardig. Alleen denk ik dat je rekening moet houden, zeker als je kijkt richting binnenvaart en trein, blijft het enorm belangrijk van volume te hebben en te kunnen bundelen. Je mm-hmm. moet voldoende volume hebben. Dus ik denk dat daar in een aantal andere havens ook volume is. Dat wij soms al, zoals daarnet vermeld, ook richting Rijssel kunnen de hubfunctie gaan spelen om het dan te bundelen in Noordseaport. Maar dat we niet altijd over voldoende volume beschikken om met die andere kleine havens in verbinding te staan met binnenvaart of trein. En trein is daar nog moeilijker. Dus in die zin denk ik is het een samenspel van en de twee grote en wij en heel veel kleintjes. Maar bundelen is wel noodzakelijk om je duurzame transporten op de rails te krijgen, letterlijk en figuurlijk. En dus denk ik moet je in alle richtingen kijken en is het zeker geen zwart-wit verhaal van of Rotterdam-Antwerpen of de kleinere. Ik denk dat je moet uitgaan van het product trein, het product binnenvaart. En dat moet liefst zo vol mogelijk geladen zijn. En daar moeten wij onze rol in spelen. Ja, en want volgens mij zei u al in ons voorgesprek van ja, kijk naar China. Die zien dit niet als al die verschillende havens. Maar dat is gewoon eigenlijk één gebied, toch? En om daar een concurrent of van te zijn, ja, is dat ook nodig. Ik vergelijk het een beetje met tonijnvissen. Als je tonijn wil gaan vissen, dan moet je met heel veel kleine bootjes proberen de groep tonijnen in te sluiten. En dan is het uiteindelijk ieder op zich die commercieel probeert die vissen binnen te halen. Maar je werkt wel samen om uiteindelijk die tonijn bijeen te drijven. En ik denk dat dat ook in dit gebied een beetje van toepassing is. En je moet internationaal natuurlijk zorgen dat je op de kaart staat. De havens doen dat individueel, maar ook als regio kan je daar sterker naar voren komen. En dan is het uiteindelijk, ja, gaat er toch locaties moeten gekozen worden binnen een havengebied of daarbuiten. En ja, dan gaat het afhangen van individuele sterkten en zwakten van elk havengebied. Ja, oké. Okay. Heel helder, dank wel. Bart, is er al flink gestemd daar? Heb jij een uitslag van de stelling? Ja, zeker, die heb ik. Er is flink gestemd door de kijkers, dus daarvoor dank. Leuk dat jullie actief meedoen. En de uitslag van de stelling, ik zal hem nog even herhalen voor de mensen die hem niet meer weten. Noord-Seaport moet vooral inzetten op het onderscheidend vermogen tegenover havens zoals Rotterdam en Antwerpen in plaats van de samenwerking met hen op te zoeken. Daar is slechts een derde van de kijkers het mee eens. Dus twee derde vindt dat we vooral moeten kijken naar waar kunnen we elkaar versterken en aanvullen in plaats van elkaar te concurreren. Oké, helder. Kunnen we misschien even overschakelen naar de tekenaar? Ja, Steven, hallo, daar ben je weer. Hallo. Want jij houdt eigenlijk gedurende de week maak jij tekeningen over de webinars en ook over het congres. Ja, vertel, wat valt je tot nu toe op? Wat me opvalt is dat het over identiteit gaat. En ik heb dat afgebeeld als een soort superpower die je beschikt. Waarover je beschikt als North Sea Port. En misschien is wel die superpower dat je verbindingen slaat naar allerlei collega's, naar allerlei netwerken en naar allerlei knooppunten. En ik vond vooral het tonijnvissen daarbij wel, dat is natuurlijk koren op een molen. Dus er staat een gigantische tonijn ook nu in de tekeningen bij. Ja, oké. Okay. Nou, ik ben benieuwd of die er aan het einde van de webinar nog steeds staat en hoe de tekening er dan uitziet. We komen dan weer bij je terug. Dankjewel. Oké, en dan gaan we verder naar deel 2. En voordat we dan overgaan op de volgende stelling, kijken we eerst naar een video. En die tweede stelling luidt als volgt. Noord-Seaport moet een proactieve rol innemen om logistieke bedrijven te stimuleren keteninformatie en data te delen. En dan geef ik nu heel graag als eerste het woord aan Johan. Hoe denkt u hierover? Ja, wij denken effectief dat er iets moet gebeuren. Dat Noord-Seaport daar een initiatief moet en kan innemen. We zien in de haven in ons zoals die Brugge met RxC-poort en Antwerpen met NXT-poort. Rotterdam met Powerbase, dat daar al het nodige is gedaan. En ik denk dat we daar wel een inhaalbeweging moeten maken.
Oké, dus u ziet er echt wel een duidelijke rol voor Noord-Seaport in weggelegd? Ja, wij zelf als terminal operator gaan met verschillende partijen in zee. Voor de containers gaan we met Seaport in zee. En voor de blikbulkgoederen gaan we met Bulkchain in zee. Dus wij maken nu gebruik van verschillende platformen, waar dat er misschien één overkoepelend platform kan bijkomen. Gaan we zeker zo op terugkomen. Het is een belangrijk onderwerp vandaag ook aan tafel. Dank u wel. Bart Laurijs in dit geval, dus we gaan niet naar de Green Room. Ik geef u graag het woord. Ja, de stelling is of Noord-Seaport een proactieve rol moet innemen. Ik denk dat je eerste vraag moet stellen, moet een haven überhaupt daarin een rol opnemen eerder dan moet Noord-Seaport dat doen? Daar denk ik ja. Je gaat naar een digitalisering. Dat is, je kan dat niet tegenhouden. Daar zitten trouwens ook heel erg veel voordelen aan. Er zijn in het verleden al pogingen geweest om dat vanuit de stakeholders te organiseren. Dat is niet gelukt. Dus ik denk dat het ook niet anders kan dan dat eigenlijk op een bepaalde manier via de haven organiseren. En dat voor een stukje verplichtend maken. Hè. De verplicht vrijwillige deelneming hieraan, dat je geen andere manier hebt om dat te organiseren. De belangen zijn soms zo verschillend, voornamelijk als het gaat om het delen van data, wat extreem gevoelig is, en wat ook logisch is, bij ons ook extreem gevoelig, dat je dat moeilijk anders kan organiseren. Je moet dat met de grote omzichtigheid behandelen, moet daar zeer voorzichtig in zijn. De vraag naar wie die kosten dan moet dragen, is een debat op zich waard. Ik denk dat mijn mening daarover vrij duidelijk is, maar dan de vraag, moet Noord-Seaport daar een rol in spelen, is wat anders. Je moet het warme water ook niet opnieuw uitvinden. Johan zegt terecht dat er daar al stappen in genomen zijn. Ik denk dat dit echt een element is waar je moet samenwerken, waar je tot een gemeenschappelijk platform. Het is onuitlegbaar dat je voor bepaalde digitale bewegingen met verschillende platformen moet gaan werken, of je met je barge nu naar Antwerpen of Noord-Seaport gaat, of Rotterdam of gelijk wat en de manier waarop je dat doet, dat denk ik dat daar echt een samenwerking noodzakelijk is. Dus of Noord-Seaport al aan zich daarin een rol moet spelen, ik denk dat havens daarin een grote rol te spelen hebben en hier samenwerking van heel groot belang kan zijn. Oké, dank u wel. Ik wil heel graag eerst even naar Daan. Hij heeft het over verplicht stellen. Wat vindt u daarvan? Ik denk dat het op een bepaald ogenblik nuttig kan zijn. Ook vandaag is dat al zo. Als je kijkt naar de nautische keten, dan is bepaalde informatie verplicht gewoon al om een haven binnen te kunnen. Dus eigenlijk op dat vlak kan het al. Ik denk dat we inderdaad heel omzichtig moeten zijn als we verplichtingen opleggen dat die niet commercieel gedeeld worden tussen verschillende bedrijven. Maar als je echt sprongen wil maken, ook in je natransporten per trein, per binnenvaart, dan ga je over basisinformatie moeten beschikken. Ik denk ook trouwens dat de mening van Bart en Johan best verzoenbaar zijn. Hè. Ik denk dat de wens duidelijk is dat we dit ontwikkelen voor ons havengebied of dat we dit ter beschikking stellen. De vraag is maar of dat je ook technisch een eigen platform moet ontwikkelen of gebruik maakt van een ander. Of stel dat je het ontwikkelt dat het minstens moet kunnen praten en connecteren met die andere platformen. Want ik denk wat we vandaag zien, dat bij manier van spreken een binnenschip dat van Rotterdam naar Gent vaart, zich nog 3 keer moet aanmelden bij verschillende ketenpartners, terwijl al die informatie digitaal ter beschikking is, daar moeten we wel vanaf. Dus de connectiviteit van de verschillende systemen is ook belangrijk, maar onze rol zal de komende 5 jaren groter moeten zijn dan ze op vandaag is. Die mening deel ik wel, dus we zullen dat onze plek geven in het strategisch plan. Oké, ik denk dat dit een fijn antwoord is om te horen. Steven... Ik denk dat alle stakeholders een belangrijke rol spelen in de optimalisatie en de digitalisatie van de nautische keten. En ik denk dat het ook belangrijk is om met alle stakeholders te kijken wat de verbeteringen of de aanpassingen zijn die mogelijk zijn en die nodig zijn. De realisatie van een aandeel in bestaande digitale platformen lijkt daar voor mij ook op korte termijn meer een eigen haalbare kaart dan een totaal nieuw platform te gaan opzetten. Dus idealiter zou het beter zijn om een overkoepelend platform te hebben dat alle havens connecteert. Maar ik denk dat dat toch wel wat voeten in de aarde zal hebben voordat het zich gaat realiseren. Dus eerder op korte termijn uit de bestaande platformen daar meer uit gaan halen en die met elkaar gaan connecteren. Ik denk dat dat een belangrijke eerste stap is. En het idee dat Bart daarnet aanhaalde, ben ik eerlijk gezegd ook niet ongenegen.
om misschien op bepaalde dingen het misschien verplicht te gaan maken. Om die stap te zetten. Oké, dank u wel. Ben, gaan we over naar u. Ja, altijd lastig hè, als er al een hoofdspreker is geweest. Zijn. Ja. Ik zal ze niet gaan herhalen. Ik vind wel belangrijk wat er gezegd is over het drie keer melden. Dat is iets dat zou één keer melden moeten zijn. Ik denk dat dat ook niet heel gevoelig is. Ik denk dat je dat heel goed kan regelen. En wij wachten met smart op het moment dat dat het geval is. Dat is één. Iets anders wat ik gehoord heb, met name van Bart. Het is natuurlijk ook wel zo dat als je naar de keten gaat kijken, en dan kom je toch op het commerciële vlak, ja, dan zitten daar ook gewoon tegengestelde belangen in. Dus we kunnen wel heel hard roepen. We moeten dat allemaal niet alleen in kaart gaan brengen en we moeten data gaan delen. Het is gewoon lastig. Dat moet je in ieder geval weten, dat moet je ook accepteren. Voor de haven zie ik wel die verbindende rol en misschien ook wel faciliterende rol. Zeker in de zin van, Bart volgens mij refereerde daar ook al even aan, het is al door stakeholders geprobeerd. Ik denk dat daar een goede rol voor de havenautoriteit ligt, om toch die spelers weer bij elkaar te brengen. En ja, het besef ook met elkaar te laten delen. Maar nogmaals, die tegengestelde belangen, die zijn er ook gewoon. Ja, ja, oké, hartelijk dank. Ja, en dan gaan we nog over naar Rob. Ja, vanuit de haven van Antwerpen is natuurlijk een systeem. Vindt u dat North Seaport hier eigenlijk op aan zou moeten sluiten? Rob? Kunnen we verbinding krijgen met Rob? Ja, beter? Daar bent u. Heel goed. Nee, dus we hebben natuurlijk heel wat vlieguren al op de teller staan als het gaat over digitale platformen. Ik zou North Seaport zeker niet adviseren zelf een platform te gaan bouwen. Vooral gebruik te maken van iets wat al bestaat. Maar ik denk dat het belangrijk is dat er een goede visie is op wat wil je nou met dat platform. En dat je ook met de havengemeenschap in contact bent, in gesprek bent over welke data vinden we nu goed om met elkaar te delen en welke zijn dan die commerciële data. Waarbij ik ook uit eigen ervaring weet dat het niet eenvoudig is om daar consensus over te bereiken. Dus je moet daar op enig moment wel zeggen, we hebben nu de grootste gemene delen gevonden en we gaan nu zorgen dat dit voor elkaar komt door het te verplichten. En dus er is zeker in het begin een aantal voor de hand liggende use cases, zoals beveiliging en veiligheid, toch nodig om hier en daar wat af te dwingen om te zorgen dat het echt vooruit gaat. Omdat die belangen vaak heel erg tegengesteld zijn. Dus het is eerst belangrijk om te zoeken naar wat is nou de common ground die we met elkaar hebben? Wat is de meest redelijke common ground die we met elkaar hebben? Om op basis daarvan te zeggen, nou, nu gaan we het echt met elkaar doen. En vooral goed te bewaken de dunne lijn tussen wat is dan iets wat we echt wel met elkaar kunnen en willen of misschien wel moeten delen in het kader van de veiligheid of de beveiliging van de haven. En wat zijn dingen die echt commercieel zijn waar we beter van afblijven. Maar ik zou zeker niet, als ik North Seaport was, een eigen platform gaan bouwen. Wij weten wat het betekent om het te moeten doen. Dat wil je geen twee keer. Oké, okay, nou dat lijkt me heel duidelijk. Dank u wel. Ja, het is eigenlijk, ja, zijn ze het er wel vrijwel allemaal over eens. Een eigen platform bouwen, ja. Daar hoeft North Seaport niet aan te beginnen. Aansluiten bij een ander platform. Ja, dat lijkt beter. Daan, wat vindt u hiervan? Ik volg die stelling in grote mate. Ik denk dat wij vooral ook moeten kijken natuurlijk als we dit zouden doen. En dat is dan ook een uitnodiging aan de andere havens. Stel dat we jouw platform gebruiken, mogen we dan in de toekomst ook mee ontwikkelen. Want natuurlijk een havengebied zoals North Seaport, zelfs als je het alleen nautisch bekijkt, is een ander havengebied dan bijvoorbeeld Antwerpen en Rotterdam. Je zit met een sluizencomplex, je hebt bruggen die moeten bediend worden, je hebt andere spelers die daar belangrijk zijn, Rijkswaterstaat en de Vlaamse overheid. En dus alleen al de ketenpartners zijn anders. En dat is zoals bij heel goede andere software of systemen ook. Je kan toch nog altijd een beetje maatwerk leveren. En dat zal voor ons havengebied dan ook wel nodig zijn. Maar we nemen graag die handschoen op om dat met de collega's te bekijken. Iets wat trouwens ook heel erg gestimuleerd wordt in de Nederlandse havennota en in ook de beleidsnota die in Vlaanderen in wording is om minstens rond die digitale onderwerpen goed te gaan samenwerken tussen de havens. Oké. Okay. Nu maken Rotterdam en Antwerpen beide gebruik van verschillende digitale platformen.
Ja, Noord-Seaport, die ligt daar natuurlijk tussenin. Theo, wat geeft u als advies aan Noord-Seaport om te doen? Ik volg een beetje de insteek van Rob in dit verhaal, dat je toch moet proberen zoveel mogelijk gebruik te maken van dingen die er al zijn. En dat je daar ook heel realistische ambities moet tegenoverstellen. Mm-hmm. Want het is heel mooi om grote luchtkastelen te bouwen over we gaan allemaal digitaal enzovoort. Maar het zal toch stapje per stapje moeten gebeuren met heel gerichte initiatieven. Er werd gesproken bijvoorbeeld over het meldplatform voor binnenschepen. Wel, er is nu initiatief Swing, waar men gaat proberen om een single window te creëren. En eenmalig aanmelden, dat zou een enorme stap vooruit al zijn. Daar spreken we al 20 jaar eigenlijk over. Maar zo zijn er nog heel veel van die low-hanging fruits die we moeten kunnen gaan benutten om uiteindelijk toch dan voortschrijdend daar inzichten te verkrijgen en ook stappen te zetten. En daarnaast is het ook wel belangrijk dat je ook niet te lang mag wachten met een aantal zaken, omdat uiteindelijk de grote klanten voor u gaan beslissen. En als je zelf niet als haven daarin gaat participeren, dan gaan bepaalde systemen toch in het leven worden geroepen om bepaalde problemen die er zijn te verhelpen. Dus het is realistische ambities, maar je moet zeker ambities hebben. Je mag zeker niet blijven talmen en kijken of er toch iemand een initiatief neemt. Je moet zelf het voortouw durven nemen als haven. Dat was precies eigenlijk mijn vraag. Want u zegt, je kunt er ook niet te lang mee wachten, want dan gaan de bedrijven zelf iets kiezen. Op wat voor termijn moet er eigenlijk in dit een beslissing worden genomen? Of moet er een platform zijn? Ik denk dat er snel een platform moet zijn. Wat bedoel ik daarmee? Tussen dit en een tweetal jaren moet er een platform zijn. Ik volg wel wat zowel Theo zegt als Rob. Ga daar dan project per project het gaan ontwikkelen. En denk niet aan wat zou in een ideale wereld mogelijk zijn. En dan gaan we een heel groot platform bouwen waar men misschien nog 10 jaar geen gebruik van maakt, omdat het nooit ideaal zal zijn. Dus ik denk dat je project per project moet nemen, dat vooral de connectiviteit van systemen daarbij altijd moet in ogenschouw blijven genomen worden. Je moet blijven kijken of je kan praten met een Rotterdam-systeem, een Antwerp-systeem en andere, zeker gezien onze ligging. En dat is een belangrijk uitgangspunt bij mij. Maar het moet op korte termijn. Okay. Rob, heel even terug naar u. Want waarom hebben Antwerpen en Rotterdam eigenlijk een verschillend systeem? Waarom werken jullie niet ook samen? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat in het verleden dat nog als commerciële zaken werden gezien, wat ons onderscheidt van elkaar. Natuurlijk kun je daar van alles bij bedenken, ja, maar daarom, dus dat is laten we zeggen historisch zo gegroeid. Ik denk dat er vandaag al overeenkomsten zijn dat platformen aan elkaar geknoopt moeten worden, dat het wereldwijd zo afgesproken is. Maar ik denk dat we steeds meer toe moeten naar een toch generiekere kijk op deze zaken, dat we zeker een aantal cases gaan behandelen met elkaar die van algemeen nut zijn, hè? Zodat het eigenlijk geen discussie meer is of je nou het een of andere platform zou moeten gebruiken. Ik denk dat je ze absoluut aan elkaar moet knopen en dat het eigenlijk voor onze klanten, want die klanten van ons die komen in al die havens, eigenlijk verschil zou mogen maken. Hè? En ik denk, ik ben het absoluut mee eens dat we daar tempo moeten maken, want er zijn al heel wat klanten die hun eigen systemen beginnen te bouwen. En voor je het weet moet je dat allemaal als een soort spinnenweb aan elkaar knopen en dat denk ik dat het niet heel erg efficiënt is. Nee, en dan hou je natuurlijk alsnog al die verschillende stappen in het proces die alleen maar tijd kosten, lijkt mij. Precies, en historisch gegroeid zijn er verschillen geweest. Maar ik denk echt dat we op een aantal gebieden we moeten stoppen met elkaar te concurreren. We moeten de eigenheid van die havens houden. Zorgen dat we ons kunnen onderscheiden. Dat we het commerciële laten. Maar op een aantal generieke zaken, zoals het delen van generieke data, moeten we gewoon samenwerken. En of er dan 2 of 1 platform onder zit, technisch is dat oplosbaar. Wordt hier overal al samengewerkt tussen Rotterdam en Antwerpen? Wordt er over gesproken? Daar wordt over gesproken, ja. Maar dat zou meer kunnen. Maar daar wordt over gesproken. Maar we zijn ook druk in gesprek met Noord-Seaport en ook met Zeebrugge om te zien dat we daar met elkaar in ieder geval een gemeenschappelijke visie ontwikkelen. En welk systeem we dan onderstoppen, vind ik eerlijk gezegd van secundair belang. Ja, het zou natuurlijk gemakkelijk zijn ook voor Noord-Seaport, want dan is het in 1 lijn wat allemaal hetzelfde is. Ja. Helemaal helder, dank u wel. Ik wil eigenlijk heel graag overschakelen weer naar Bart in de Green Room. Hey Kim. Hallo. Hallo. Hoe is het daar? Ja, we zitten hier druk alle vragen te verzamelen. Er is een levendige chat bezig bij de kijkers, wat leuk is. En Steven is hier druk aan het tekenen, zoals je kunt zien. Helemaal goed, helemaal goed. Ja, de kijkers die krijgen ook weer een nieuwe stelling te zien. En die luidt als volgt. Het havenbedrijf moet de trekker zijn van de verdere digitalisering van het logistieke proces.
Bent u het daarmee eens of bent u het daarmee oneens? En ja, voordat we overschakelen naar die stemming, want we moeten natuurlijk even de tijd hebben om daar een mening over te vormen. Bart, zijn er nog vragen binnengekomen? Jazeker. Jan Otte die merkt op van ja, het gaat vaak over commerciële data. En zijn vraag is, ja, criminelen gebruiken vaak informatie die niet goed gedeeld wordt. Hoe kunnen we dat voorkomen? Dus hoe zorgen we ervoor dat informatie die openbaar beschikbaar is, niet misbruikt kan worden? Een hele logische vraag lijkt mij. Daan, heeft u daar een antwoord op misschien? Ja, dat is een belangrijk aandachtspunt, hè. En ik denk dat wij ook richting cybersecurity als haven volop met deze problematiek moeten bezig zijn. Dit is vandaag al zo, moet verder ontwikkeld worden. Laat ons eerlijk zijn, dit was in havens 15 jaar geleden helemaal geen onderwerp. Dus dat is een heel terechte opmerking. Je kan niet meer over data spreken zonder ook de afscherming van je data voor criminelen en organisaties die het niet goed menen te gaan afschermen en daar een heel strikte policy rond te hebben en ook technische systemen te hebben die future-proof zijn op dat vlak. Ja, en ook op dat vlak hoorde ik net al even iets over samenwerking. Daar zouden de havens ook in moeten samenwerken, toch? Absoluut. Als er nu iets is wat niet concurrentieel zou mogen zijn, is het wel veiligheid. Ik denk dat we dit zien, niet alleen naar cybersecurity, maar kijk naar de drugsproblematiek in de havens. Dat is ook een beetje het waterbedprincipe. Als de een iets strenger wordt, dan krijgt de andere wat meer last en omgekeerd. Maar ik denk dat daar ook absoluut uitwisselen van kennis en afstemmen van acties op elkaar noodzakelijk zal zijn om in de toekomst niet het uit de wereld te helpen, maar het allemaal een beetje leefbaar te houden. Ja. Theo, hoe denkt u hierover? Ja, ik denk dat zeker de havenautoriteit, North Sea Port, haar rol kan spelen om dat ook verder te faciliteren, om te zorgen dat daar meer aandacht voor is. Maar ik denk dat het ook aan elk individueel bedrijf is om daar een cultuur te ontwikkelen bij de werknemers om voorzichtig om te gaan met data, voorzichtig om te gaan met systemen. Want natuurlijk, al die systemen zijn met elkaar gekoppeld. En dus misschien ga je zelf als havenautoriteit of als individueel bedrijf daar voorzichtig mee om, maar wordt het geïmporteerd of wordt het ingevoerd vanuit een andere hoek. Dus dat is wel heel belangrijk. We hebben spijtig genoeg al een aantal voorbeelden gezien van cybersecurity aanvallen of cyberaanvallen, mm-hmm. die hebben geleid tot systemen die als cascades beginnen in elkaar te storten. Dus het is zeer belangrijk om daar als heel netwerk, als heel systeem ook heel duidelijke stappen in te nemen. Dank u wel. Bart, heb je misschien nog een interessante vraag voor ons? Ja, er is ook een vraag binnengekomen van Patrick Bonemeijer. En die vraagt zich af, er wordt nu vooral gekeken naar het opzetten van samenwerkingen en verbindingen tussen de havens. Maar hoe kijken North Sea Port en partijen als Danser naar de opkomst van platformen geïnitieerd door derde partijen die ook de sector efficiënter willen maken? Dat is een goeie. Wel weer een derde partij erbij, een nieuwe partij erbij om dit platform te vormen. Ja, ik wil dan eigenlijk ook wel eerst even overschakelen naar Danser, die ook hierin genoemd wordt. Ja, bedankt voor de vraag. Die platformen die zie je inderdaad opkomen. Ik ben daar zeker niet tegen. Zij kunnen daar goed mee helpen. Ik noem even een initiatief als Teuboeker. Wat enige tijd geleden ontstaan is als een platform waar wij onze capaciteit die we over hebben op kunnen aanbieden. En aan de andere kant kan daar de klant op aansluiten die nog enkele containers te vergeven heeft. Daar zijn wij nog steeds een voorstander van. Wat je tegelijkertijd ziet, dat het toch heel lastig is om dat goed van de grond te krijgen. Je ziet dat de klant toch zijn bestaande kanalen blijft gebruiken en dit als een extra kanaal gebruikt. En dat is natuurlijk niet de bedoeling van een platform. Ik ben er absoluut voor. Misschien is het ook zo dat een platform moet gewoon enorm groot en krachtig zijn. En dat zou weer door partijen samen te voegen, zou je de vuist wat sterker kunnen maken. Ik weet niet of het daarbij Teuboeker aan geschort heeft, maar dit zijn in ieder geval onze ervaringen met een dergelijk platform. Oké. Johan, wat zijn uw ervaringen hiermee? Ik zie dat het een beetje hetzelfde als voor die platformen als voor de terminals zelf. Uiteindelijk is alles wat te maken heeft met containervervoer en de hinterland containerterminals te maken met een bepaald volume die over die terminal moet kunnen gedraaid worden om competitief te zijn. En dat zien wij zeker hier in Gent
waar we toch interface terminal Gent op de kaart aan zaten zijn. Wat ook een beetje een verhaal is van de kip of het ei, met de logistieke zone die erachter ligt. Dus we proberen die verbindingen op te zetten om bijkomende klanten voor de haven van Noord-Zeepoort aan te trekken. Dus het volume is belangrijk. Ja, dat is een terugkerend aspect, dat volume inderdaad. Daan, als antwoord op de vraag? Misschien ook één, het antwoord op de vraag, staan wij daar open voor? Ja, natuurlijk, alles wat kan helpen om te bundelen zijn goede initiatieven. Waar ik nog niet helemaal zelf uit ben en wat misschien een terugvraag is naar het panel of iets om samen in de toekomst over na te denken. Als je spreekt over havens en platformen, blijven wij ons heel dikwijls beperken tot alles wat over water gaat tot hiertoe. De vraag die ik mij openlijk stel is, moeten wij ook als knooppunt niet kijken richting treinvolumes en zelfs vrachtwagenvolumes, om die ook veel meer op één platform te gaan zetten? Als je alleen al ziet hoeveel verkeersinformatie er is in België en Nederland over files en andere, en dat we daar eigenlijk als havenplatform samen met onze klanten nauwelijks gebruik van maken, dan denk ik moeten we in platformen ook opener durven denken en ze openstellen voor andere modi dan alleen waar wij klassiek denken, dat is de watertoegang. Ja, een goede vraag. Eigenlijk wil ik daarvoor wel meteen terug naar ons panel. Bart, Laurijs, kunt u hier een antwoord op geven? Zal ik een nieuwe doorzetten? Heel kort denk ik ja. Vaak is het zo dat wat de markt zelf doet, ze doet beter. In dit geval denk ik dat het een uitzondering op is. Hè. Als je als haven die krachten kan bundelen en dat soort dingen aanbieden, ja, denk ik dat het goed is. Hè. En je wil vermijden dat, zeker in het licht van die modal shift, die al geen nieuw idee, niks nieuws meer is, we zijn daar allemaal heel erg mee bezig, is het nuttig om dat soort van efficiëntiewinsten te boeken en daarnaar te kijken en niet u blind te staren op die binnenvaart. Ook niet per se op containers, hoewel dat soort van initiatieven vaak heel erg containergericht zijn, omdat dat natuurlijk een eenvoudige unit is om mee te werken. Hè. Maar in principe, ja zeker, en wat Daan ook daarnet al zei van het protectionistische karakter van bijvoorbeeld het spoorwegvervoer in Frankrijk, ik voeg daar even Nederland en Duitsland ook bij. Dat soort van dingen proberen wat te doorbreken, kan aan de hand van een digitalisering en het delen van informatie zeker. Ik denk dat je dat ruim kan zien en dat de gisten daar ook rijp voor zijn om dat meer en meer te doen. En dat hoeft niet noodzakelijk te gaan over commerciële informatie. Dat kan ook gewoon evidente dingen zijn die dan gedeeld worden, waar het op dit moment niet is. En zeker op het gebied van veiligheid ook. Als je aangevallen wordt, is het gevaarlijk van allemaal in je eigen huis te gaan kruipen. Je bent beter van je te verzamelen en allemaal samen in het fort te kruipen. En dat ene fort te verdedigen, eerder dan allerlei verschillende platformpjes op zich te gaan verdedigen. En, want dat denk ik dat die diversiteit daarin het ook moeilijk maakt om op een eenduidige manier aan cybersecurity te doen. Dat is heel erg duur en heel erg moeilijk. Zeker voor kleinere spelers vraagt dat grote investeringen. Als je dat kan bundelen, maakt het dat ook eenvoudiger. Dus ik denk dat ruim zien alleen maar voordelen heeft. Zowel op de verschillende transportmodi als eigenlijk het samenleggen van die krachten. Dus ik denk volgens mij is samenwerking daar echt de enige weg vooruit. Mooi en uitgebreid antwoord, denk ik. Steven Heer, heeft u hier nog een toevoeging op? Ik denk dat Bart het zeer mooi verwoord heeft en ik kan mij er alleen maar bij aansluiten. Wij zijn op dit moment als Verbrugge echt die digitalisering aan het maken. Wij komen daar ook tegen verschillende partijen, maar uiteindelijk komt het altijd op hetzelfde neer en kom je toch altijd op dezelfde namen. Dus ja, samenwerken rond, ook in de verbreding, en het niet enkel beperken tot de maritieme keten, is noodzakelijk. Ik kan er niet meer aan toevoegen dan dat Bart al gezegd heeft. Oké, helemaal helder. Volgens mij is het een duidelijk antwoord en is de boodschap aan Noord-Zeepoort ook helemaal duidelijk. Ik ga graag terug naar Bart in de Green Room. Hey Tim. Hallo. Is er inmiddels flink gestemd? Jazeker, en er is ook wel een heldere uitslag binnen. De stelling was: het havenbedrijf moet de trekker zijn van verdere digitalisering van het logistieke proces. En ongeveer driekwart van de kijkers ziet er echt wel een leidende rol voor een haven als Noord-Zeepoort om daarmee aan de slag te gaan. En dus niet te wachten op tot de markt in actie komt. Dat vindt dan een kwart van de kijkers. Oké,
Oké, dat is een helder verhaal. Daan, ik denk dat we vandaag weer een hoop geleerd hebben van alle panelleden, van de kijkers thuis ook. Wat is uw reflectie op deze dag? Een aantal zaken. Ik denk dat de samenwerking, niet-samenwerkingsvraag dubbel lijkt, maar eigenlijk heel gemakkelijk is. Je moet je blijven onderscheiden. Je bent een gespecialiseerde haven, blijf het. Je bent een concurrentiële haven, blijf het. Maar in die zaken die niet concurrentieel hoeven zijn, zoek daar naar de samenwerking en vind niet het warm water opnieuw uit met zelf een platform te beginnen bouwen, wat heel ingewikkeld zal zijn om dat op onze schaal te doen. Dat is een eerste lijn die mij wel duidelijk lijkt. Een tweede lijn die voor mij meer verrassend is, en die neem ik zeker mee, is dat als we kijken naar digitalisering, zelfs onze klanten toch wel een heel leidende rol voor ons zien, vinden dat we dat zelfs relatief directief soms mogen doen en zaken gaan verplichten op een bepaalde manier. Ja. Eens dat je een draagvlak hebt, en dat wil zeggen niet iedereen, maar als je een gemene deler gevonden hebt met velen, dat je moet durven die dan ook opleggen eigenlijk. En een laatste lijkt mij ook wel dat vanuit de bedrijven die die dienstverlening van ons verwacht wordt en dat we daar sterker dan vandaag zullen moeten op inzetten rond bepaalde thema's. Goed verhaal. Theo, wat blijft u het meeste bij? Heeft u een aanvulling op Daan? Ik sluit een beetje aan met wat Daan zei. Ik vond het wel zeer aangenaam om te horen dat inderdaad naar de toekomst toe de markt eigenlijk ook verwacht dat de havenautoriteit een blijvende rol gaat spelen. En die rol in bepaalde delen van het netwerk ook nog gaat versterken. En dat vind ik een zeer belangrijke. En daarnaast is het ook wel, denk ik, zeer interessant om vast te stellen dat veel van de bekommernissen die er in de markt leven, dat ook heel duidelijk bekommernissen zijn van, van de havenautoriteit. Dus dat er wel duidelijk in heel ook het proces naar strategische planning wel heel goed geluisterd is naar wat er in die markt leeft, wat de problemen zijn en wat de verwachtingen zijn, ook naar de toekomst. En wat dan specifiek die rol kan zijn van een havenautoriteit in het scheppen van dat toekomstbeeld voor de haven. Heeft u nog een tip voor North Seaport? Wel, ik zou zeggen, blijf je onderscheiden. Dat is zeker een heel belangrijke. En ook, ik denk nu zeker na de fusie, dat de tijd achter de rug is dat ze zo het kleine broertje waren in het havenlandschap in de Benelux. Ik denk, zij spelen nu in de Champions League, zal ik maar zeggen, in Europa. En ik denk dat ze dat ook ten volle kunnen uitspelen in de markt. Ik denk dat daar zeker geen schroom of geen terughoudendheid moet zijn om dat ook mee verder uit te bouwen. Kunt u nog even toevoegen? Ja, dat laatste horen we graag natuurlijk. Ja. Dat was ook de bedoeling van de fusie. Dat is toch wel een Europese speler worden en geen lokale speler meer zijn. Dus ik denk dat ons nieuw strategisch plan die Europese ambitie zeker zou moeten uitstralen. Een laatste wat ik ook wel geleerd heb vandaag, en dat was ik daarnet even vergeten, begin met heel concrete acties als je digitaliseert. Maak concrete projecten, maak concrete acties en blijf dit niet in een soort algemeen wollig verhaal hebben van we moeten grote platformen ontwikkelen. Het zal, zoals men soms zegt, je gaat de salami niet ineens opeten, maar die smaakt nog zo lekker als je daar sneetje per sneetje en liefst nog fijn gesneden mee aan de slag gaat. Dat lijkt me een hele mooie afsluiter. Maar voor we gaan afsluiten, schakelen we nog even over naar de Green Room. Ja, voor de korte samenvatting van de tekenaar. Steven. Ik heb heerlijk mee zitten tekenen over cybersecurity en connectiviteit. Maar het wordt ook echt letterlijk heel beeldend. Als je stekkers gaat tekenen en daar waar Antwerpen niet aansluit op North Seaport en Rotterdam dat ook weer net even anders heeft georganiseerd. Ja, dan heb ik eigenlijk een lijst met kernwoorden daarbij opgeschreven. Ben je eigenlijk verplicht om tot één systeem te komen? Moet je overkoepelend met elkaar gaan samenwerken? Waar zit die common ground? En uiteindelijk, dat je niet een nieuw platform moet gaan bouwen, dat wordt vanuit meerdere kanten eigenlijk bevestigd. Dus wat mij betreft een duidelijk beeld. Ik zie geen tonijn meer op de tekening, klopt dat? Sorry? Ik zie geen tonijn meer terugkomen op de tekening, klopt dat? Die staat op de andere plaat. Ik heb even een nieuw digitaal papiertje gepakt. Oké. Nee, heel goed. Nou, dankjewel. Dankjewel voor deze mooie tekening. En we zien jou morgen weer terug. Zo is dat. Nou, dan bedank ik Theo voor zijn komst naar de studio. En Daan, u zie ik morgen weer. Deelnemers aan deze talkshow, jullie ook bedankt. En dan is het alweer tijd
is het morgen alweer tijd voor de derde webinar, waarin we het gaan hebben over haven, industrie en transitie. Graag tot dan.